Hallo kerstvanieten, ik ben Mark en vandaag hier weer met Hudson van Rivier. Vorige aflevering ben ik hier gebleven en ik ga deze aflevering in ieder geval eventjes iets doen wat op zich wel handig is om te doen. Dat is hier eventjes een gehele vaklinie eventjes maken, want dat is wel even nodig. Ja, gewoon zo'n vaklinie lijkt me wel handig. Zo ja. Even zien. Ah, is goed. Maar ik ga ook in ieder geval even wat troepen hier neerzetten. Dus het lijkt me wel even verstandig om gelijk even zo neer te zetten. Kijk, we zitten met mijn equipment. Ja. Maar in ieder geval zitten we al in de access, ja toch? Ja. Dus ja, Duitsland heeft best wel een goede kans met mij. Hoop ik. De zaakjes en alles. Oh, we hebben nog oorlog. Met wie? Oh, met Congo. Ah, pff. Is toch dit gebied. Dat maakt er nog niet veel uit. Ancestral Legacy. Maar ik ga ervan uit als... Volgens mij zit Italië nog niet in de access, of wel? Nee. Maar als ze in de access komen, dat we dan in ieder geval nog wat oorlog gaan hebben met Griekenland. Die kant is natuurlijk wel groot. Wat missen ze? Een aantal light tanks, oké. Oké, dat is een beetje apart, maar hey. Top. Ik denk dat we straks ook even wat meer deze factories moeten hebben van de military factories. Want ik denk dat 55 divisies wel goed moet zijn voor deze grens. Zo, ook nog even wat voor de research. Nou, als we Turkije ook hebben, dat zal wel heel handig zijn in ieder geval. In ieder geval even kijken welke factions er eigenlijk allemaal zijn. Oh, een beetje... Oh, de Northern Lights. Oké. Nou, dus hebben dat pact is volgens mij op een van de grootste dingen dat ze kunnen krijgen. Alleen als Saudi-Arabië nog erbij komt, dan is het helemaal klaar. Moet hier toevallig nog wat aangepast worden? Nee, oké, top. Gaan we gewoon over naar medium tanks, want die zijn toch wel wat beter dan... Wat heeft hij gedaan dat hij gedeelte daarvan heeft gekregen?
Geen idee. Fijn. Dat helpt ons in ieder geval. Oké. Deze kant is klaar. Dan gaan we nu de industrial effect focus op. Ja, artillery worden nog gedaan. Dit wordt nog gedaan. We hebben nog geen bommen, dus die gaan we ook nog eens researchen. Wel, ik wil in ieder geval wel wat gebieden van Italië claimen. Van Italië, van Griekenland. Dat is wel jammer dat hij niet mijn, mijn puppet state is. Nee. Ik kom er nu pas achter dat de world tension pas op 0% staat. Oké, dat is volgens mij een beetje gebukt. Chili heeft de oorlog verklaard aan Peru. Dat nou ja. Ja, is de rearmament. Mooi, Munich Agreement. Has happened. Welke ship designer zal ik nemen? Ah, oh, deze wel, joh. Nou, Tsjechoslowakije gaat er ook helemaal aan. Of ja, bijna helemaal, denk ik. En dan gaan we onze medium tanks even wat verbeteren. Ik vind het ook wel knap dat de Benelux gewoon kapot is. Invade friends. Nou, dat is wel heel easy waar. Want het is me nog nooit overkomen dat dit kleine landje ooit Hongarije overwint. Gebeurt gewoon niet. Volgens mij zijn ze... Oh ja, ze zijn klaar met de vatlinie. Top.
Zo. Want dit is wel heel, heel erg cruciaal voor ons tegen de Russen. Trade of Greece, what the fuck? Zeker ermee te maken omdat dit een puppenstede is van jou. En anders help ik Duitsland wel. Zo. Ook in Griekenland gewoon nog even een beetje air superiority. Ja, als Duitsland troepen wil hebben naar deze grens, sure, go ahead. Oké, betere construction. Wel een Beijing, mooi. Ja, dat is wel redelijk mooi. Wat Griekenland dan bij de X is, hè? Ook goed, dan zet ik mijn troepen hier wel naartoe. Oh, dat is nu ook een puppetstate van de... van hun, aha. Dan zijn de balkens nu eigenlijk natuurlijk wel zo OP. Albanië, dat was nog van Italië meestal. En Hongarije, ja. Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Dat verschilt. Zal ik maar even wat meer artillerie neerzetten. War economy. Germanize the Netherlands gaat hij nou doen. Ja, dat is toch van jou, dus op zich. En geen transport voor u. Gewoon betere vliegtuigen, dat is altijd wel fijn. Maar positief is wel, is dat ze in de Sabadat Pact zitten. Behalve dat kan wel heel wat betekenen dat wij ook een probleem kunnen hebben. Nou ja, het ligt er een beetje aan hoeveel divisies we een beetje hebben. Dat valt eigenlijk op zich nog best wel mee. En mensen kunnen zich niet justify. Of wij kunnen het wel justify, denk ik. Weet niet. Oké, sure.
Oh, kunnen we nog één. Wel in deze gebieden in ieder geval volledige AA-kunst hebben. Kunnen we wel gebruiken. Deze wel de beste keuze zijn, denk ik. Peter Atteris, nice names. Oké, dat zijn in ieder geval al tot access. Nice. Uh-oh. Ik weet niet waarom, maar hier ben ik niet echt blij om. Nou ja, ik ga in ieder geval justify, dus oké, ik ben ook in ieder geval bezig met justifyen tegen hun. Het is nog niet heel erg fijn dat we nu World Tentje weer is gefixt, maar deze. Wanneer Afghanistan ook uit is. Zo. De hel. Oké, het zijn dus dezelfde personen tegen een oorlog tegen elkaar. Ziet eruit dat Polen een beetje een probleem heeft. Als we Turkije hebben, dan kunnen we ook heel makkelijk richting Afrika toe gaan. Ik zal even wat meer troepen maken. We moeten eigenlijk gewoon eerst Istanbul hebben, maar ik denk dat dat de volgende aflevering wel gaat. Regen die oorlog.
Professional roles. Deze. Oké, maar ik ga nu deze aflevering afsluiten. Even kijken. 8 maart. Nou, dat is binnenkort dus. Dus ik hoop dat je het leuk vond. Geef een like op het kanaal. En dan zie ik je volgende keer weer. Later.